Hey yo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 4 Black Flag. En jongens, vandaag gaan wij weer epische avonturen beleven met Edward King Ding Knight. Ik weet niet hoe die vraag de naam heet. Ben ik alweer vergeten, goed voor mij ja. Is even zien, we noemen hem gewoon maar Edward en we gaan onderweg naar een of ander raar missie dingetje bij het fort volgens mij, want... volgens mij moest zo'n Quibus, die gouverneur, die moest mij ontmoeten bij het fort of zoiets. I don't know, het zal wel. Even kijken, dit is een handige manier om trapjes te skippen. Gewoon jump. En hallo jongens, jullie zien mij niet. Lolcats, moven. Oh god, volgens mij is ze nou boos. Nee, snel hierin. Ik heb geen zin in hommeles vandaag. Even kijken, goed. Jezus, wat een... politie of marinierlui, ik weet niet hoe je ze allemaal noemt. Eens even zien. Moeten we nou gewoon naar de andere kant? Geweldig. Moeten we hier wel langs? Waarom wordt het nooit duidelijk aangegeven zoals bij GTA waar je langs moet lopen? Nou zie je alleen maar gewoon zo'n ding op de map en mah, meuk. Zo, wat is hier aan de hand? Smok of zoiets? Oh wacht, hier moeten we heen. Nou, dan klimmen we wel over het dak. Als jij over het dak wil, Edward, dan gaan we eens even het dakje beklimmen. We hebben ook nog niet gedaan vandaag. Waar de fuck ga ik nu heen? Oké, nou dan gaan we daar langs, want hier moeten wij wezen. Oké, wie is dit? Dit is is die Darth Vader gast. Iemand genaamd de Wijsgeer. Oké. Is die kapitein? Volgens mij wel, toch? Ik denk zo. Ik begin het een beetje te snappen, zo langzamerhand. Morrel. Oh god, niet die lul, Hannes. Just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. En dat gelooft hij? I don't think so. Later. Very punctual, Duncan. This way. Jezus, je leger. A man both Templars and assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? Oh mijn god, die gast is echt helemaal vermengd. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Dat is een kubus, geen sleutel. Een sleutel is een metalen dingetje wat je rond kunt draaien in de slot. Als dat in de slot past, vind ik het heel knap. Hebben ze een heel vaag slot gemaakt met dat ding zo en ik zie het limo voor me. Volgen. Again. En het bliksemt hier als de pest. Oké, geweldig. Volgens mij horen we zometeen een enorme donder klappen. Want het bliksemt en de lucht ziet eruit alsof het ieder moment kan losbarsten hier. Yay! Of was dat wat anders? Volgens mij was dat donder, ik weet niet. Als ik in één keer van mijn stoel afwip, dan weten jullie dat het van de donder komt, want ik kan er soms erg van schrikken. Jongen, wat nou als ik die gouverneur in één keer zo bam, mijn kogel door zijn hasses knal? Wat zou er dan gebeuren? Moet ik waarschijnlijk die missie overnieuw doen. Kan ik niet die mensen beroven of zo? Kan dat niet zo, even on the way? Het zou cool zijn. Ik ben een aardig wapenarsenaal te krijgen. Ik heb al van die mooie dolk dingetjes aan mijn polsen zitten. Dan heb ik een mooi wapentje. Ik heb al zwaardjes. Ik denk dat we nog nodig hebben van die fancy werpsterren. Die zouden echt heel cool zijn. Of zo'n mes wat ik kan gooien zo. Het zou echt cool zijn. Wat? Verdedigen? Wat? Sleutmoordenaars? Wat? Oeps! Dat was niet echt de bedoeling. Oh god. Kom dan, hè, je kut assassin. Bam, daar is er weer een. Ja, ik ben ze al aan het vermoorden. Moet ik doen even op de handgun manier. Dit schiet echt serieus niet op, dit. Ja, geef me die maar. Nee, geen geld strooien, man. Jongen, wat heb ik nou gezegd? Die moet aanvallen. Ja. Hup. Maak hem maar dood. Even mooi met die dolk dingetjes. Ja, oké. Okay. Oh god, ik moet helpen. Nee. Ga niet dood. Ja, kijk eens aan. Zo doe je dat. Nee, bondgenoot is gestorven of is die dood?
Ik was helemaal in de ban, jongen, om zelf mezelf te verdedigen, maar... Oké, retry. Oh god, we zitten weer in de oneindigheid, Merk. Geweldig. Oh, oké. Dit gaan we even goed aanpakken. Ja, ik wil mijn degers, want anders dan lijkt het nergens op hier. Hatsjagidee. Huppakee. Het gaat een stuk makkelijker met die zwaarden van mij. Tenminste, ik wil het een stuk makkelijker gaan. Hup, neergehaald. Oké, die is wel kastje bijlen. Oké. Hup, die is kastje... Oh, die is niet kastje. Waarom is die niet kastje bijlen dan? Ga dood. Ik moet hier langs. Ik moet naar mijn mattie toe. Verdedig de tempeliers. Ja, vind ik prima hoor. Maar ik doe mijn best hier. Alleen een beetje moeilijk. Ga dood. Nee, wat nou weer? Hoe kan die dood zijn? Hij staat er en in één keer zo van... Brrr, ik ben dood. Ja, dus ik zou het makkelijker vinden als je kon switchen met een wapenwiel. Zeg maar, dat je niet op die knop moet drukken en dat je dit allemaal moet gaan doen. Ik is nergens op slaan dit. Oh mijn god, het gaat helemaal rampant hier. Allemaal onweer komt eraan. En ik, nee, ik moet daar niet op drukken. Wat doe ik allemaal? Bam, daar is één. Hup. Yeah, oh fuck it, mis. Oké, wapenwiel. Ja, pak die dan maar. Want anders dan wordt het helemaal niks. Nou, hup, val aan dan. Jezus, dit gaat echt helemaal niet goed hier. Het gaat echt super hard. Ik doe mijn raam even dicht. Dit is... Shit, gek. Hagel. Noodweer. Een barst hier los. Oké dan. Kunnen we nu rustig verder met de Assassin's Creed? Waarschijnlijk is het allemaal background noise, maar ja. Ja, jij dood. Oké. Ja, jij dood. Ik moet gewoon rennen, dat maakt ze in één keer dood. Hey, laat het eens even. Dat denk je wel niet. Godverman. Kom op, kom op. Ja, yeah, dat is er één. Hup. Ja, yeah, is er nog één. Ja, yeah, nog eentje. Ja, ik ben er al, ik ben er al. Kom op, huppakee. Ga dood. Oké. Doe maar sterven, oké? Nee! Holy shit! Dit is niet normaal. Dit is... Oké, ik zie nou als ik naar buiten kijk, zie ik helemaal niks behalve alleen maar wit. Alleen maar wit. Allemaal hagel. Ja! Ja, ik zie het! Wat is de fuck is dit? Wauw. Probeer hier gewoon een Assassin's Creed op te nemen en... Op bliksem er ook nog bij, natuurlijk. Hey, laat je dat eens even. Ik wil niet. Lauren Torres, oké. Up, ja, yeah, 2-in-1 shots. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, lolcats. Ja, ik zit hem even in op te nemen, meuk, dus ja. Yeah. Reflex shot. Moet je even zien hoe we dit doen hier. Oh fucking hell, hè. Nee! Je bent te ver uit de buurt van je bondgenoten gegaan. Ik kan dit niet. Ik zit veel te dat het... Oké, serieus. De hele straat is wit van de hagel. Het hele dak van de schuur is wit van de hagel. Alle auto's zijn wit. What the fuck? Het lijkt net alsof er een enorme sneeuwstorm is geweest, alleen dan hagel. De fuck, man. Huppakee, oké. Huppakee, jullie zijn echt assassins van niks. Maar jullie killen me wel steeds, dat is wel vervelend. Nou, hup, moet er meer dood? Ja hoor. Hup, joe, oké. Hup, joe. En hup, nee. Hup. God, jezus, gaat dood, mens. Oké. Ik zal jullie eens even gaan helpen.
Hup. Hup. Ga mij aardig af, dit. Hup. Oké, die is dood. Oké, ik moet hem verdedigen. Oké, dat is prima. Dat doe ik wel even. Kreeg hij gewoon niet die... klootzak dood. Oh shit, man. Oh shit, dat was een bliksemschot. Die was hier vlakbij, man. Jezus, dat was volgens mij ergens hier bij het winkelcentrum of zo. Dat is ongeveer 200 meter van mij vandaan. The fuck, man. Oh god, nee, please no. Hoe dan? Hoe kan die dood zijn? Ik verdedig hem toch? Jezus, oké, wel, dit is echt... Deze aflevering heet noodweer. Serieus. Oké, het weer is nou rustig. Onze satellietschotel viel in één keer uit. Dus we hadden ook helemaal geen tv meer. Maar dat maakt me niet uit. Ik heb geen kabel hier. Dus dat betreft. Kom op, hup, ga dan. Sterven doen dan. Ik steek ze gewoon door. Heel random. Bam. Oké, redden. Nee. Ik moet die kwiebes moeten bewaken. Dus dat gaan we doen ook. Wow, shit, gek. Dat was wel een nice move van mij. Bam, dood. Kom dan, hè. Godver. Bam, weer een casuele. Oké, ja, ik verdedig je wel. Ik verdedig hem. Ja. Yeah, nee. Oh, wat? Oh, god. Nou weer. Niet weer hagelen. Wat? Nee. Oké. Nee. Laat mij met rust. Alsjeblieft, laat mij met rust. Hup, dood. Holy shit. Nog even van de vorige keer, man. Oké, we hebben het gehaald. Holy shit. Shit, gek. Oh nee, pijltjes. Oh god, nee, help. Natuurlijk komen ze voor hem. Oh, nice. Jongen, die goede bijl ook nog. Yeah, mooi warp. 10 punten, bullseye. Oké, de hele straat is wit van hagel. Random hagelstorm. Oh, pak de wijsgeer. Oké, zal ik wel even doen. Sorry dat ik die 1000 keer over moest doen, maar serieus, dit was echt, dit was gewoon spectaculair. Wat zit hier nou op het dak? Oké, ik kom er ook aan. Jij op het dak, ik op het dak, Matty. Hij wil ook voor Zwarte Piet spelen. Oh shit, gek. Oké, nou dan moet ik maar even via de grond dan. Shit, de bliksem die slaat hier echt close in, je wilt het niet weten. Move. Ja, I will kneecap you, oké? Kijk, die gast doet heel veel zoveel moeite om allemaal via die daken te gaan en alles, alleen... Ik ga gewoon via de grond, lekker makkelijk. Ik pak hem vanzelf gewoon, als ik gewoon op de grond blijf lopen. Kom, hier! Ik heb geen zin in een ticketje. Kom dan. Nog 15 meter. Oké, kijk, hier moet ik hem wel pakken. Nee, wat doe je nou, Duncan? Of fucking Edward. Jezus, zag je wat hij gewoon deed? Hij bleef gewoon... Ja, ik doe het. Ik doe mijn fucking best. Alleen Edward is gewoon een gehandicapte lul aan. Is die gewoon niet fatsoenlijk echt een gastje aan kan chasen. Ze moeten knopjes maken van klim erop. Staat de weesgeer in elkaar, oké. Okay. Bam, 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 bam. Kom dan, hè. Huppakee. Hup, hup. Kom dan, jongen. Had je wat. Bam, jongen. Kastje wijlen. Oké, het lijkt net alsof het hier heeft gesneeuwd.
Hele straat gewoon wet. Het is allemaal wet. Jezus. Ja, dat heeft ook lang geduurd dat het zou moeten, maar goed. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. Set on all sides by our enemies. We must be more cautious. Ja, als jullie mij niet hadden gehad, nou, dan waren jullie allemaal dood geweest. Hoho, dus een beetje roepies hier en daar zal niet verkeerd zijn. Adios. Adios, wa. Joe! Is goed, ik zal die gast wel eens even wat woorden laten spreken. Een missie voltooid. Oké, haal de wijschrift bovenaf onderuit. Hebben we les niet gehaald. Gebruik de pistool tijdens het gevecht. Dat hebben we wel gedaan. Dus ja, nou 90% doe ik het voor. Even zien. Oké dan, 100 roepies. Yes. Oké dan, wel. Nou, dat gaat wel redelijk de goede kant op hier zo. Maar goed jongens, ik ga het hier laten voor vandaag. Want ik ga eens even kijken wat er allemaal is gebeurd tijdens die hagelstorm net. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten als je deze aflevering leuk vond. Het helpt mij echt enorm. En jongens, abonneer ook even als jullie meer Assassin's Creed 4 willen zien. Want dan krijg je automatisch de meuk in jullie subbox. En volg me even op Twitter, @ShadowGames23. Want daar zie je wanneer er een nieuwe aflevering online komt. En nog heel veel andere leuke informatie over deze serie. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Ik ga deze man even beroven trouwens. Ik wil jou beroven. Kom hier. Kom hier. Jongen. Een beetje verheulen. Nou, het zal wel. Jongen. Dan kunnen ze een beetje chagrijnig. Nee, maar goed. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja. Later mensen.